kapper Teun Föhn kan die traditie alleen maar toejuichen en verwelkomt zijn dorpsgenoten graag in zijn beauty salon. Vandaag heeft vaste klant Nelly een afspraak. Hi. Goedemiddag, Nelly. Ja, je was. Ik ben je klaar voor mijn teun? Ja, dat is hier lekker. Ja, ik ken net de shop bij Anna. Hoe vind je? Leuk, hè, voor vanavond. Vanavond heeft Nelly een gezellig avondje met haar man Jelle. En ze wil er op haar allermooist uitzien. De behandeling van Teun begint altijd met de massagestoel. Kun je het even laten voelen hoe zacht die stevig is? Dit is zacht. En de kous gaat er niet tot zijn horizon staan. Zullen we die even doen? Nou, dit doen dan maar eens even. Vind je dit lekker? Heerlijk. Dan houden we het bij jou gaan. Jongen, jongen. Nou, en Jelle komt vanavond ook naar je huis. Nou, ik hier Oscar al op de stoel laat. Ja, wij zijn echt nog verliefd. Echt. Kan ik me echt met recht zeggen. Jelle die zegt altijd nog, ik ben nog meer verliefd op je als dat ik jong was. Nou, Oscar was heerlijk. Ja, hij mag blijven. Hij mag blijven. Hij is geslaagd. Ik heb salon in het hoge segment. En ik heb toch altijd wel hele goede gesprekken met mijn klanten. Ja, ik ben zelf niet zo roddelkapper. Daar hou ik niet van. Ik vind het fijn dat er over mij gehoord wordt, dus ik vind het niet fijn dat er over een klant gehoord wordt. Het ligt toch een story of privé bij mij in de salon. Ik heb een hekel aan domme gaan horen. Oh, is dat moois van mij? Als die al me dan vanavond zegt, hè? Nou, je bent hier nog wel verliefd op. Nou ja, dan denk ik bij mezelf, dat kan toch niet anders? Als je zo'n man hebt, dan kun je enkel verliefd op wezen. Je bent al 16 jaar zo verdund. Nou, maar op wat? Ik ben extra trouwd vandaag. Nou, en hoe vind je dat nou dan? Nou, het is gewoon zo. Ja? Ja, ik hoop dat hij gelukkig wordt. Ja, voel je je nou niet alleen dan, of? Nee, ik ben toch nooit alleen. Ik ben toch altijd hier gedaan. Dat is wel hoor. Nee, dat voel je niet eenzaam? Dat je denkt, hier zit ik met je... Ja, ik denk dat je genoeg sociale contact... Nee. Je weet niet wat op je pad komt, hè? Dat is wel hoor. Je weet wat er nog voor je weggelegd is. Oh, maar hij moet wel een goed hartje nemen. Ja, dat is belangrijker, toch? Nou, dat is zeker wel hoor. Jelle zegt altijd... Lelijk wint, ik knap verveeld. Toen zeg ik tegen hem, maar waar hoor ik dan? In dit verhaal. Toen zegt hij, voor eerlijk gezegd is er een zomering. En dat ben je. En ook in de liefde zijn er heel wat verschillende smaken. Maar op het christelijke Urk houden de meeste mensen het wat dat betreft maar op één smaak. De liefde tussen man en vrouw. Weet je, heel Nederland schildert het een beetje af van dat een wij homo's in een hoek zetten of zo. Maar het is absoluut niet zo dat een wij Teun wegzetten als smerige homo, zeg maar. Nee, absoluut niet. Maar het is wel zo, ik geloof wel dat de Heere dat vraagt, dat hij geen seksuele relatie aangaat met een andere man. Dat denk ik anders. En daar denkt Teun anders over. Maar we hoeven ook niet... Dat het alles met elkaar eens te zijn. Nee. Mijn geloof is het wel zo natuurlijk. Ik heb me bij die kerk aangesloten. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dat de waarheid is. En dat is ook de waarheid. Maar ja, dus daar sta ik wel 100% achter. Ja. En wie heeft het bij de rechterhand? Dat weet uiteindelijk niemand. Ja, luister Teun. Mij moest zoveel vergeven worden. Dus wie ben ik om iemand anders? Dan mij ook. Als ik wat zeg, dan wezen er vier vingers naar mezelf. Ja. Dus ik heb mijn handen vol aan mijn eigen gebreken. Wat een gesprek om een lippenstift om me te doen.